Nou, hier gaan ze ook bijna beginnen met het gieten van de counter. Ik weet niet hoe je dat noemt in het Nederlands. Badkamer. Ziet er nu zo uit. Wc ziet er nog steeds zo uit. Deze wc ziet er dus zo uit. Ben is druk bezig met zijn team om het dak erin te zetten, het plafond erin te zetten. Roos had het eigenlijk bedacht van die kant naar die kant. En ik had het eigenlijk bedacht wel zo, maar dan met de dingen omgedraaid. Dus nou goed, dat is eventjes wennen, maar we vinden het allebei wel erg mooi zo. Onze slaapkamer ziet er nu zo uit. Nou, de kast. Niet heel veel veranderd, alleen dat die vol staat. En de woonkamer zelf. Hebben ze een counter gestort. Dat is een barretje hier zo. En hij is bezig met een kast voor de koelkast. Die is nu gemaakt. Hier is ook de counter gestort. Dus daar kunnen we binnenkort de kraan installeren en dergelijke. En dit wordt dus ons keukentje. Hier de rest van het hout wat allemaal nog het plafond op moet. Nog meer hout voor het plafond. Ja, en het hek zijn we nu ook mee bezig. Even kijken, daar zie je achter de trailer zie je de gate staan. Ik heb hem 3 meter gemaakt en ik kwam erachter dat het toch eigenlijk wel erg klein is om met je auto in te keren. Maar ja goed, nu heb ik het al gedaan. Daar zijn we nog bezig met een schuur aan het bouwen voor... Nou, voor de honden en eventuele kampeeropslagspullen. En hier ligt dingen voor het hek. Het wordt er vanmiddag opgezet. Hoe noem je dat? Het gaas. Ja, dus dat is het een beetje. En het ziet er nu zo uit. Ja, niet heel veel veranderd zoals je kan zien.